Bon dia, jongens en meisjes. Wij gaan vandaag werken uit het Paarse Boek, bladzijde 121, les 5. Vandaag is vrijdag 3 april en les 5, dat gaat zoals je ziet over de persoonsvorm. Deze les heet zomertijd en wintertijd. Kijk je even met me mee? In een zin kun je de persoonsvorm op verschillende manieren vinden. Voor elke zin staat aangegeven welke manier je moet gebruiken om de persoonsvorm te vinden. Nou, in de klas heb ik vaak gezegd van als je de persoonsvorm zoekt, maak je er een vraag van. Er zijn dus meerdere manieren om de persoonsvorm te vinden en dat gaan we nu onderzoeken. Kijk je mee naar het oranje pijltje? Lees maar mee. Schrijf steeds elke zin op en onderstreep de persoonsvorm. Meervoud enkelvoud betekent zet de zin in het meervoud of enkelvoud. Tijd betekent zet de zin in de verleden tijd of de tegenwoordige tijd. Vraagteken betekent maak de zin vragend. We gaan eens kijken naar zin 1. Daar staat meervoud en enkelvoud. De klok wordt vooruit gezet. Kijk mee naar mijn bord. Zin 1, meervoud, enkelvoud. De klok wordt vooruit gezet. De klok is enkelvoud. Ik ga er nu meervoud van maken. De klokken worden vooruitgezet. Worden is het werkwoord dat verandert. Dus wordt is de persoonsvorm. Daarom heb ik hem onderstreept. Kijk mee naar zin 2. Bij zin 2 staat het woordje tijd. De kinderen slapen een uur minder. De kinderen slapen een uur minder. Slapen, ja, dat is tegenwoordige tijd. Die zin moet ik dus nu in de verleden tijd gaan zetten. Kijk mee naar mijn bord. Tijd. De kinderen slapen een uur minder. Dat verandert in de kinderen sliepen een uur minder. Slapen is dus veranderd in sliepen. Daarom heb ik slapen onderstreept. Dat is de persoonsvorm. Bij nummer 3 zie je een vraagteken staan. Daar moet je dus een vraagzin van maken. De nacht duurt nu wat korter. Maak er een vraag van. Het gaat tot en met zin 10. Jij gaat het dus helemaal afmaken. Veel succes allemaal!